in Rotterdam op het kasteel. Jong Sparta HHC Hardenberg met het hondstrouwe publiek uit Hardenberg meegereisd. Dit is Dervizoglu en de eerste kans in de wedstrijd is meteen raak voor de thuisploeg. Bougari, HHC staat even niet op te letten in de verdediging. Manuhutu wordt eruit gelopen door Dervizoglu. En Kobussen komt te laat dan dit moment. Een vrije trap in de 16 bij Jong Sparta. Ineens geschoten door Van Bentum en een goede reactie van Fabri, de doelman van Jong Sparta. Pech voor Van Bentum, die zijn maatje Rian Snelders naar Hardenberg ziet komen volgend seizoen. Dat is de zoon van oud-FC Twente doelman Theo Snelders. En over een doelman gesproken en in de problemen zitten, Sander Danes, wat deed je daar? Sander Danes, Danes. Want het wordt meteen ook 2-0. De fout van de doelman van HHC, afgestraft door de spits van Sparta. Want Danes had daar natuurlijk nooit mogen komen. En Dervizoglu, nummer 11 van het seizoen, maakt het heel goed af. En zo leidt Jong Sparta aan het begin van die tweede helft. Jong Sparta dat de laatste weken weet te winnen. Pakte veel punten, 9 punten uit de laatste 4 wedstrijden. Dervizoglu bijna met zijn tweede. En daar heeft de ploeg van deze Gert-Jan Karsten alle geluk aan zijn zij. En deze, ho, heerlijk binnengekomen. Dervizoglu, het talent van Sparta met nummer 12 van het seizoen. Een heerlijk aangesneden hoekschop. En fantastisch binnengeknikt. En zo staat het dus 3-0. Speelt HHC een verloren wedstrijd. Het verloor bij Kozakkenbosch een paar weken terug. En krijgt hier van scheidsrechter Dreugen een strafschop. Bij Sparta is niemand het ermee eens. Maar het is toch een penalty van een 11 meter. Metai, oog in oog met de doelman van Sparta. En hij mist. En dit is eigenlijk wel symbolisch voor HHC vanmiddag op het kasteel.